deze oefening nodig hebt is een klein doosje, gevuld met brokjes. Dus als je het rammelt, dat je inderdaad dit geluid hoort. Wat heel belangrijk is bij deze oefening is dat je er niks bij zegt, maar dat het rammelen van het doosje betekent, als je daar naartoe komt, gaat het doosje open en mag je uit het doosje eten. Dus het is eigenlijk een beetje het conditioneren van een eerst, zeg maar helemaal neutraal geluid voor de hond. Dit is een neutraal geluid als hij niet weet wat er gaat gebeuren. En als je dan op een gegeven moment daar iedere keer aan koppelt dat er iets uit dat doosje komt, dan gaat hij dus op een gegeven moment dat geluid associëren van, hé, wacht even, ik moet komen. Dus, wat gaan we doen? Ik ren een klein stukje weg, ik rammel, truffelkop, ik doe het doosje open. Ik zeg, oh, lekker hè, man. Goed zo, lekker. Ik geef hem gewoon hier een paar brokjes. Ik ren weg, ik rammel. Hij leert dus dat het rammelen betekent van, oh ja, dat is lekker zeg. Ik kan hem gewoon een paar brokjes op de grond gooien. Dan heb jij de tijd om weg te rennen. Oh, hij komt zelfs al kijken.